Daar staat lieve Paul. Je hoorde natuurlijk de bel net gaan. En toen zag je een pakje staan. Ik hoorde je hartje tikken, maar je moet niet schrikken. De Sint heeft wel heel lang moeten denken wat hij toch aan Paultje zou schenken. Hier is een mooi presentje voor een heel aardig veentje. Pak maar gauw uit. Nee, het is geen blokfluit. Het is een mooi vogelhuis. Daar voelt ieder mee zich thuis. Wie weet, volgend jaar in mei leggen ze bij jou hun ei. Hartelijk groet, de Sint. Wow! Wow. Ja, nu moet jij even voorlezen. Ga maar even mooi het licht staan. Lieve René, de Sint heeft wel heel lang moeten denken wat hij toch aan Renéetje zou schenken. Hij vroeg aan Piet, zijn knecht, kan jij iets maken waar wat wij mee kunnen nemen over de daken? Piet had nog wat plakken in de schuur en dat was natuurlijk niet zo duur. Sint en Piet hebben zonder klagen een paar dagen staan te zagen. Net op tijd is het klaar gekomen waar Piet al dagen van heeft liggen dromen. Het is een mooie vogelhuis waarin voelt een vogeltje zich thuis. Wie weet, volgend jaar in mei leggen ze bij jou ook een ei. Hartelijke groeten. Nou! Wat genoeg! Jeetje, jongens. En je hebt niks meer gezien. Dan? Wat een knop! Dankjewel! Daar zit niks mee in. Dankjewel, Sinterklaas! Zit die leuk?